Jullie mogen wel over het kunstgras lopen, maar er liggen geen eieren verstopt. Er liggen 3 gouden eieren verstopt. Degene die een gouden ei heeft gevonden, die mag zij bij mij melden, schrijf ik op de naam op. We gaan daar beginnen met de kanjers, die mogen als eerste weg. Want anders dan is de grote en de kleintjes, die gaan allemaal tegelijk en de kleintjes zijn door de grote ons naar boven gelopen. Dus als ik straks, hebben we dus een kwartiertje de tijd. Zijn binnen dat kwartier de gouden eieren nog niet gevonden? Dan fluit ik, dan komen we allemaal weer bij elkaar, dan ga ik een hint geven. Nou kan ik jullie ook een hint geven. Er liggen 3 gouden eieren verstopt. Binnen het hek van DSC. Dus ja. Niet buiten het hek, maar binnen het hek. Ja. Oh, dat is een goede idee. Goeie, hè? Ja. Door 2 kinderen gevonden. Dus dat betekent dat er eentje, die had er 2. Die had geluk vandaag. Ja, die ligt er gewoon binnen. De... Ja, die mag er niet. De... Daan van Leeuwijk. Alsjeblieft. Nou, dan krijgen we nog 1 naam over. Die had er gelukkig 2. Stefan, zei je die? Ik heb ook die bal. Wil je ook een bal of wil je een ander cadeau hebben? Oh, dat is een ander cadeau. Ja, ze hebben 2. Ja, hoe kan je eruit 2 vinden? Ja, ik denk dat hij heel hard geweest. Ja, maar dat is een ook van de Oh, aan de kant. En er heb een neutraal iemand. Je hebt daar gisteren de mooiste, of vandaag eigenlijk.
is gisteren en vandaag, laten we zo zeggen, de mooiste uitgehaald. We beginnen met de kanjers. Teun Kollaar. En Max van Ezik. Max, ja, je mag hier ook een cadeautje uitkiezen. Lego, ja. Voor plus de boer uit Rossum. En de eieren, de gekleurde eieren, waren gesponsord door Gijs Sars. Daar wil ik wel een applausje voor hebben. Baby Boepo! Kasper Doornbos. Ravi van den Berg. Kai Konings. Ruben Kulvers. Tijn Heuskes. Xavio Mekes. Meesel Wagenaar. Jees. En Dani Akkerman.